Hoofdkapitein Walter Dudu van de Paramaccaanse stam heeft afgelopen maand aan het hoofd van een 10 personen tellende delegatie een bezoek gebracht aan 2 goudmijnen van Newmont in Ghana en de gemeenschappen die in het gebied leven. Dit gebeurde met medewerking van Newmont Suriname. Het doel van dit bezoek was kennis te nemen van de ervaringen van de 2 gemeenschappen in de mijngebieden van Newmont, Ghana, en hoe de samenwerking tussen het bedrijf en het Community Development Fonds in die gebieden verloopt. Verder is er gesproken over de extra inspanningen die zijn geleverd om de verwachtingen van de gemeenschap en deelname aan de terugwinning van gemijnde gebieden te beheren. Dat meldt Newmont Suriname. Een van de hoogtepunten van de reis was de symbolische bekroning van hoofdkapitein Dudu tot koning door de nieuwe Abram Chief van Akiem. Bij de bekroning heeft hoofdkapitein Dudu de naam Nana Kwabna Akiem, de eerste, meegekregen. Wat betekent hij die de taak heeft om terug te gaan en de mensen te verenigen. De delegatie is blij met het bezoek en de ervaringen die zijn opgedaan in Ghana. Albert Ramdien, Senior Director External Relations bij Newmont Suriname, spreekt de hoop uit dat met dit historische en unieke bezoek een extra dimensie is toegevoegd aan de relatie tussen Newmont en de Pamaka-gemeenschap. De delegatie heeft zaterdag 1 december verslag gedaan over het bezoek aan de Pamaka-gemeenschap te Langatabiki.